Instrumentenpaneel, laat ik het zo zeggen, dat is blanco. We weten niet hoe hard we rijden. Een hele goede morgen, lieve mensen. Welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat jullie op mijn kanaal hebben aangeklikt. Voor mensen die nieuw zijn en mij nog niet kennen, ik ben Tineke en ik ben een 50-plussende. Ik zeg het iedere keer goed, ik ben een vloggende 50-plusser. Ja, hallo, ik zou 50-plussende vlogger zeggen. Ja, komt op hetzelfde neer, maar mijn kanaal heet toch echt een vloggende 50-plusser. Het is zaterdag en het is zaterdag 21 november. Het is vies weer. Chris is al heel druk bezig. Die is nieuwe radiatoren aan het installeren. Wij krijgen in de bijkeuken en in de gang krijgen we deze radiatoren. En ja, het past natuurlijk ook beter bij het verfwerk. Kijk, het, kun je het zien? Dit is wit. En dit is wit. En deze is nog steeds crème kleur, die moet nog. Maar dat past gewoon wat beter bij het geheel. En ja, dit is onze planning van zaterdag. Ja, wat heb ik verder nog te vertellen? Nou, niks eigenlijk. Chris is dus druk bezig en ik zal me weer eens even met een stapel wasgoed gaan bemoeien. En voor de rest staat er denk ik niks bijzonders op de planning. Want het is smerig rot weer. Zet je even in beeld, schat? Of ik een pleistertje heb voor hem, dat is het dus altijd. Als Chris aan het klussen is, dan moet ik eigenlijk al het verband, spul en alles bij elkaar hebben, want Chris heeft altijd verwondingen. Nou, ik zet jullie even neer. Eens even kijken, heb ik dat hier? Hier heb ik pleisters, ja. Gevonden. Nou, nummer 1 hangt. Er is nog een dikke bende hier, maar hij hangt. En nu tijd voor koffie, hè? Ja. Ja. Hele goede morgen. Het is zondag vandaag. Goedemiddag. Ja, het is middag. Verdorie. Ja. Wij zitten in de auto. Wij zullen even met Ronken lopen. Het is mooi weer. Alleen onze auto doet raar. Wij hebben dus een Kona Electric. En nou, het hele dashboard instrumentenpaneel, laat ik het zo zeggen, dat is blanco. We weten niet hoe hard we rijden. Ja, geeft vreemde oplaadniveau, dat geeft hij dan wel weer aan. Dus het is niet zo dat hij straks in één keer leeg is, maar het is heel vreemd, er is iets van een storing. Dus we rijden nou wel. Maar we weten ook niet hoe hard. Nou goed, kan je dat een beetje op het gevoel doen. De navigatie geeft dat ook niet aan, hè? Hoe hard je rijdt. Ja, wel als je een. Nee, wel op de telefoon. Hè? Oh. Hier heb ik het wel. Nou, dat had ik net ook aan, dan kon ik het ook niet zien. Nou ja, ja, dat dus. Beetje raar. Hij had het ooit eerder gedaan dat hij uit zichzelf ging gas geven en zo. Of gas geven is het natuurlijk niet, maar het is versneller dan. Toen hij harder ging rijden. Heel vreemd. Maar dit is best een eng idee, want je denkt ook straks van ja, straks wil hij helemaal niet meer. Dan zijn we daar gestopt.
strand ergens. Ja. Nou. See you later, alligator. Even in Akron. We gaan even bij de boot kijken. We hebben hem al 2 jaar of zo, maar er moet nog steeds een plaatsnaam achterop. We willen even zien, even meten hoe hoog de letters zijn, dat we even gelijk formaat gaan bestellen en erop plakken. Dat kleedje ligt er netjes omheen nog. Dat heeft best wel hard gewaaid. Ik zal ook eventjes uit de auto. Even frisse neus halen. Het zonnetje schijnt, dus het is wel lekker. Ja, Romke? Ja? Hij doet het weer. Het hele gebeuren is weer terug. We gingen parkeren, even een paar keer open en dicht doen. En toen deed hij het weer, dus dan weet je het voor de volgende keer. Maar het is wel een eng idee, want je rijdt dan en je weet helemaal niet zo hard. Ja, je weet ongeveer wel. Maar kijk, dit is ook zo'n vervarend huis op het water. Zoiets willen helemaal een Gea bouwen. Helemaal een Gea van Leven in een Camper. Die hebben natuurlijk voor jaren of wat terug hun huis verkocht en zijn in zo'n verbouwde vrachtwagen gaan leven en van daaruit ook werken. En ja, die hebben nu weer plannen opgevat, dat gaat al door, daar zijn ze al mee bezig, om zo'n tiny house op het water, zo'n houseboot te bouwen en daarop te gaan leven. Dus heel benieuwd. Ja. Helemaal zelf bouwen. Dat vind ik wel knap hoor, als dat allemaal lukt. Kijk, ze hebben hier allemaal Sinterklaas dingetjes aan de lantaarnpaal. Zo wordt leuk. Ja, toch nog een beetje sfeer, hè? Hier hangt ook wel, dit is eraf, al zeker. Er hangen mijters van de Sinterklaas. En lantaarntjes die s'avonds aangaan. Dit is een mijt, of een staf van Sinterklaas, hier. Deze paal. Oh, dat is wel leuk. Daar hangt wat. Grappig hoor. Ja, heel gezellig. Toch het idee dat er wat aan gedaan wordt. Oliebollenkraam, nou. Het is ook zo'n leuk winkeltje dit. Leuke kleren. We rijden dus nu door Akron heen. En we rijden even ergens anders heen om te lopen, te wandelen. Ja, Akron is heel gezellig versierd met echt alle lantaarnpalen.
daar zit een mijter aan vast met wat versiersels. Ja, leuk. Heel leuk. Hier zijn ze heel actief geweest. Gezellig hoor. En we zijn beland in Gorredijk. Ja, ja. Ja, ja. Above all places. En hier is water. Hier kunnen we in principe met de boot komen, denk ik. Nou, weet niet. Maar even lekker aan de wandel hier. Ik heb mijn mondkapje in de auto liggen, dus ik kan de winkel niet in. En die zijn open, dus dat is wel jammer. Haha. Scheelt weer geld. Er zit een hele mooie modezaak hier achter Insma. Ah, ik heb niks nodig. Kom Romke. Nee hoor, we gaan gewoon lekker lopen. Om winkeltjes kijken. We gaan ergens naar binnen. Toch, schat? Nee, dat doen we niet. Zo, we zitten weer in de auto. Alles doet het gelukkig weer. We zijn best vroeg, het is 2:15. Normaal, hoe woont hier de christenmoeder? Want die zou de christen... Dat is ook wel lekker. Dat is ook wel eens lekker. Die gaat de christenzus toe. Kijk, dan ben je even vrij om te gaan staan waar je wil. Dan hoef je niet te haasten, maar nou zijn we ook nog vroeg ook. Normaal hadden we gezegd, nou, dan gaan we richting Sneek naar de christenmoeder toe. Lieve mensen, het is vrijdag vandaag. Ik loop met Romke buiten. Het is koud. Een beetje triest weer. Ik was aan het editen geweest gisteren met beelden van de vlog van het weekend. En ik zat alweer op een kwartier. Dus bijna een kwartier, denk ik. Dus van de week ook niet veel gevlogd. Dus ik wou de vlog maar afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Stik een duimpje omhoog. Poepzak. Stik een duimpje omhoog. Als je een leuke vlog vond, abonneer je op mijn kanaal. Dat is die knop hier beneden. En druk er ook even het belletje in. En dan wens ik iedereen een heel goed weekend. En graag tot de volgende vlog. Doei doei.